Lang geleden zijn we begonnen om te kijken naar op welke locaties kunnen we nog verder doorontwikkelen. Deze locatie hebben we gekozen om daar een nieuw districtpark te ontwikkelen. Als je over de Greenfield uitkijkt, dan zie je de warehouses al gewoon in je hoofd naar boven komen en gerealiseerd worden. En dat is fantastisch. Maasvlakte is een ongelooflijke dynamische omgeving waar heel veel gebeurt. Met alle short sea binnenvaart en spoorverbindingen en ook de goede weginfrastructuur ben je binnen 24 uur in alle uithoeken van Europa. Het terrein ligt vlakbij de vijf deepsea container terminals met de schepen die van en naar de uithoeken van de wereld vertrekken en aankomen. Ja, daar lig je dan met je districtpark en met je warehouse operatie lig je daar vlakbij. Je kan hier grootschalig ontwikkelen, 5, 10, 15, 20 hectare terrein afnemen. Je kan door de ruime milieucontouren alle gevaarlijke stoffen opslaan hier op de Maasvlakte. We hebben geen limieten aan de hoogte, dus je kan ook automatische warehousing tot 20, 30, 40 meter hoog bouwen. En je ligt vlak bij de containerterminals, wat ervoor zorgt dat ook hoogwaardige producten, waarbij je een korte veilige keten voor nodig hebt, dat je die hier uitermate goed kan opslaan. Als we kijken naar de ontwikkeling van warehouses in de haven Rotterdam, dan zien we dat het de laatste jaren heel snel gaat. De afgelopen 2 jaar zijn rond de 200.000 vierkante meter aan warehousecapaciteit bijgekomen op Maasvlakte. Dus het is heel goed dat we nu een nieuw terrein hebben waar we verder kunnen gaan. Ik kan zeker niet wachten. Dan heel blij zijn als het eerste warehouse in operatie komt.